welkom bij weer een nieuwe video van Kees aan de Kook. Ik ben weer in restaurant Christo en vandaag gaan we overheerlijke barbecue saus zelf maken. Tot zo! Zo, ik heb allemaal voorbereidingen getroffen voor de barbecue saus. Wat hebben we allemaal nodig? 700 gram tomatenketchup, 2 eetlepels sambal, 100 gram bruine suiker, 2 eetlepels knoflookpoeder, 1 eetlepel zonnebloemolie en 1 eetlepel sherryazijn. Oké, dan gaan we beginnen met maken. Het is eigenlijk heel simpel. Je doet alle ingrediënten in een pan. Ik pak daar een pannenlik erbij, dat alles goed eruit is. Sambal erbij, bruine suiker erbij. Knoflookpoeder. Olie en als laatste de sherryazijn. Pan ik aan de kant en dan roeren we dit als eerste eventjes goed door. Zo, en dan zetten we de pan op de pit. Matig vuur, inductie in mijn geval, gaan we dit aan de kook brengen. En dan blijven we wel roeren in de pan, anders dan koekt het aan. Je kan natuurlijk zelf variëren. Als je iets pittiger wil, doe je iets meer sambal in de pan. Je zou er ook nog een uitje doorheen kunnen doen, dat zie je ook wel eens. Het kan de sherryazijn vervangen voor rode wijnazijn. Het begint al te koken hier. Iets lager. En dan laat je hem echt even goed doorkoken. Dat die bruine suiker goed opgelost is en heel klein beetje gaat karamelliseren. Vuur uit, even goed doorroeren en dan laat je hem heel goed koud worden en is je barbecue saus klaar. Vond je deze video nou ook zo leuk? Te liken, abonneren en vergeet het belletje niet. Kun je nou tips hebben voor wat je de volgende keer wil maken? Laat het even weten in de comments.